Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft gesproken met de chef de poste van de Franse ambassadeur over de reden waarom de Franse autoriteiten talmden met het verlenen van toestemming voor een zoektocht naar de 9-jarige Imarcio Afi. Het kind was 14 dagen vermist in het Stoelmanseilandgebied. Ramdien benadrukte tegenover journalisten dat de omgeving waar de jongen vermist was valt onder Frans grondgebied en daarom duidelijkheid hierover moet komen. Wij willen ook weten waarom het zo lang duurt om besluitvorming aan hun kant. Want wij hebben alles gedaan wat noodzakelijk was in termen van het vragen van toestemming. Vanaf het eerste moment. Ik was niet in het land, maar ik heb via app hem persoonlijk de Franse autoriteiten gevraagd van om haast te maken. Hoe belangrijk het is. We hebben diplomatieke notas gestuurd tot 3 keer toe over deze kwestie. De eerste keer was toen de minister van Justitie en Politie mij informeerde over de situatie met nog de mededeling dat zij standby waren, politie en leger, om mee te helpen bij zoekacties. Dat was in een heel vroeg stadium. Het is diezelfde avond met een diplomatieke nota naar de Fransen gegaan. We hebben de reactie gehad, we wachten op Parijs. U weet, in Frans-Guyana wordt niks bepaald. Alles wat buitenlands aangaat, wordt in Parijs bepaald. Ramdien stelt dat hij de directeur van Buitenlandse Zaken van Frans-Guyana op den duur heeft aangegeven dat hij zelf contact zou maken met Parijs. Hij zegt dat hij toen is meegedeeld dat er nog op de besluitvorming uit Frankrijk gewacht moet worden. Uiteindelijk heb ik de ambassadeur ook geappt. Die was in Parijs. Er waren vragen rondom welk verdrag of welke overeenkomst zou gelden. We hebben onmiddellijk binnen een paar uur gezegd de overeenkomst van 2006 over samenwerking in het grensgebied. Dat geldt, dat kunnen we toepassen. Dus we hebben alles gedaan vanuit een formeel standpunt, maar ook informeel, om aan te dringen dat onze troepen, onze mensen mee zouden helpen met de opsporing. Voordat we van hun definitief bericht hebben gehad, ik kan niet zeggen dat ze geweigerd hebben, maar ze hebben ook geen toestemming gegeven en ze hebben zeker geen toestemming op tijd gegeven. De minister benadrukt dat hij ook heeft aangegeven dat de toestemming vanuit humanitaire overweging zou moeten plaatsvinden. Hij begrijpt evenwel de soevereiniteit van Frankrijk en dat zelf handelen vanuit de Surinaamse autoriteiten tot een mogelijk conflict kon leiden.